Afgelopen woensdag kregen aandelenmarkten precies wat ze wilden. Een renteverlaging van de Fed, de Amerikaanse Centrale Bank, met 50 basispunten. Dat is vrij agressief aan het begin van de cyclus. Hè. Meestal is er iets aan de hand. Hè. Bijvoorbeeld het knappen van de internetzeebel in 2001, de financiële crisis in 2007. En nu is dat zeker niet het geval. Toch reageerden aandelenmarkten een beetje negatief. Was een beetje, ziet de Fed iets wat wij niet zien? Een groeivertraging, een recessie. Ook is de Fed misschien te laat. Hè? Met die renteverlaging lopen ze achter de cyclus aan. En een derde punt, de Fed zei van ja, die 50 basispunten nu, dat is het wel. Hè? Vanaf nu gaan we 25 basispunten doen. En financiële markten rekenen en willen eigenlijk iets meer. Nou, een dag daarna, donderdag, hartstikke goede beursdag. Iedereen kwam tot bezinning. Eigenlijk het idee, een zachte landing van de economie met renteverlagingen is goed voor aandelen. Die zachte landing die zien we ook eigenlijk. Hè. De cijfers die we afgelopen week kregen over consumentenbestedingen, over industriële productie. Cijfers uit de huizenmarkt waren allemaal prima cijfers. Dus die economie is in ieder geval in het derde kwartaal gewoon nog goed op stoom. Powell die zei ook wel een beetje, misschien hadden we in juli al moeten verlagen. Dus dan hadden we toen 1 en nu 1 wordt samen 2. Dus dan is dat is een beetje een rechtvaardiging voor die 50. En tenslotte, ja, de arbeidsmarkt die koelt wel af. En daar zijn natuurlijk zorgen over. Maar we kregen cijfers over de aanvraag voor werkloosheidskeringen. Die waren al best wel laag en daalden nu naar het laagste niveau sinds mei. Dus dat blijkt ook mee te vallen. Tenslotte, de winsten, de winstdynamiek die is positief. Er is winstgroei. De herzieningen zijn neutraal tot positief. Dus dat is op zich, de marges blijven op peil, dus dat is goed. Dus wij zijn ook positief over Amerikaanse aandelen. Hè. Nogmaals, groei met renteverlagingen is over het algemeen goed. Europa zijn de zorgen wel iets groter. Hè. Die economie die groeide wel in de eerste helft van het jaar, maar veel indicatoren wijzen op stagnatie. Daar moet de consument echt wel wat meer gaan bijdragen. Hè. In het tweede kwartaal was dat nog negatief. De ruimte is er, de koopkracht stijgt, het consumentenvertrouwen neemt wat toe. Dus dat zou eigenlijk moeten gebeuren, daar rekenen we ook wel een beetje op. De inflatie is nog wat hoog, met name in de dienstensector. Maar we zien dat de loongroei wat afneemt. Dus dat betekent dat de ECB de rente ook wel verder kan gaan verlagen. Zal wat rustiger aandoen dan de Fed. Maar ook in Europa dus wel een positief klimaat. En daarbij komt dat de waarderingen natuurlijk in Europa wat lager zijn. De verwachtingen zijn wat lager. Dus dat maakt het ook wat makkelijker om omhoog te gaan. Dus binnen ons beleggingsbeleid zijn we positief over aandelen. Met een concentratie in de VS en in Europa.